Ik ben in ieder geval heel blij dat je een maalkorf omdoet, lieverd. Ja, dat is wat ik daarmee bedoel. Rust. 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 Het geluid die hij nu maakt, luchthap als het ware, en dit is puur vanwege de stress en de spanning. Wat je uitstraalt, projecteer je in positieve zin op je hond. Kijk, want dit kon je net vergeten. Dit is rust creëren, zonder het te domineren en af te dwingen en dat te doen wat je heel vaak doet, hè? Ja. Oké, maar je doet het heel goed, want je moet in één keer alles anders gaan doen. Mijn naam is Lady Zelstra en ik coach de eigenaar achter de hond. En ik laat je precies zien wat jouw hond van jou nodig heeft. Iedere hond is gebaat bij een ongedwongen begeleiding. De manier om samen te werken met je hond vanuit gelijkwaardigheid. De reden dat Anke nu rustig met haar hond kan wandelen, is omdat ik haar bewust heb gemaakt van haar doen en laten. Pas als je dit weet, kun je je anders gaan leren opstellen. Een hond wordt een kopie van zijn eigenaar. Ook al liep Anke al jaren gespannen met haar hond, het kreeg ze snel omgedraaid. Er werd namelijk eindelijk aan haar gedrag gesleuteld. Haar hond is niet fel en heet, maar spiegelt zoals ieder hond haar doen en laten. Anke kwam zo tot zichzelf en kon al haar angsten loslaten. Ik ben heel blij dat ze nu samen met haar hond de juiste tools heeft om te kunnen blijven verbinden. Want wil je verandering, dan begin je bij jezelf. Hi, mijn naam is Lady Zelstra en ik coach dus de eigenaar achter de hond. En zojuist hebben we allemaal weer kunnen genieten van een hele gave transformatie. Maar vooral van een eigenaar die heel erg dapper is geweest om de confrontatie met zichzelf aan te gaan en zo ook dus de vuurloop. Zoals mijn slogan luidt, ik coach de eigenaar achter de hond. Dit betekent dat als ik kom, dat ik alleen maar aan jou als eigenaar ga sleutelen. Wie ben jij als je niet corrigeert, niet schreeuwt en extern gaat handelen? Met extern bedoel ik dus hard schreeuwen, gentle leader, slipketting en al dat soort hulpmiddelen te gaan gebruiken of met snoepjes te gaan werken. Want wanneer je dat namelijk niet doet, dan word je gelijk weer onzeker. Hoe gaaf is het als ik jou kan gaan leren dat je eigenlijk op jezelf kunt vertrouwen? Want iedere hond heeft namelijk een eigenaar nodig die op zichzelf kan vertrouwen, dus ook op de hond. Honden weerspiegelen ons 24/7. Maar zolang je alleen maar denkt dat je hond het probleem is, gaat er ook helemaal niets veranderen. Sterker nog, wij weten allemaal heel goed in het leven dat als wij dromen en doelen hebben, dat we altijd bij onszelf moeten gaan beginnen. Eerder gaat er niets veranderen. Zo ook niet met de connectie met je hond. Dus als jij je herkent in deze beelden, je mag nog heel veel video's van mij bekijken. En ik raad je ook zeker aan om mijn 2 boeken in huis te halen. Maar wat echt gaat helpen, is dat je gaat leren hoe jij jezelf anders kan opstellen. En mijn methodiek valt in staat met heel je eigen doen en laten, je bewustwording, energie en je gevoelens. Dus wil je verandering? Dan begin je bij jezelf en ik kom je heel erg graag bijstaan en helpen.